gamers, ik ben mij. Vandaag zitten we in Mindtopia 2.0. En ja, dit is Juri. Hij is een teamlid van mij. Hij is Yo-Yo Juri. Kanaal staat in de beschrijving van Yo-Yo Juri Games. Hebben we hier Michiel, de Belg, onze Belg van ons team. Hij is expert in survivalen. En dan hebben we nog. Oh, nee. Lillian is niet online. Nou, dan hebben we nog Lillian. Dat is ook nog een lid. En ja, dit is onze basis. Wij hebben. Oh. Wij hebben team Baksteen. Ik laat nu de map in beeld zien. Zoals je ziet, wij zitten onderaan. Rechts van ons zit Sark en daarboven zit Gio. En linksboven is het Ties en daaronder zit Melon Squad. En Melon Squad ken ik voor geen reet. Dus ja. En in het midden zie je de vulkaan. En dat is, die gaat over een week mogen we daar naartoe. En waarschijnlijk is daar een oorlog. Oh, daar is Lillian. Kijk, dit is Lillian. Kijk. Hi Lillian. Wat kijk je naar een mooie... Hallo. Nou. Maar dan gaan we eerst even naar buiten toe. Dan ga ik even buiten laten zien wat er allemaal staat. Nou, dan gaan we eerst even hier zo op dit ding staan. Zo heb je het een beetje van bovenaf. Daar heb je de reed farm. De wheat farm. Wheat, reed, zonnebloem. Ah, dat rijmt niet. In ieder geval daar de food chest. Hier een kleine aanlegkade voor bootjes. Hier een schapenfarm. Schapie, Jurre, die zit hier ook. En dan hebben we hier dus de ingang van onze basis met iron doors. Oh, kut, ik heb ons buiten gesloten. Niks gebeurd. Deur is open. Nou, dan gaan we hier naar binnen. Dan heb je allereerst hier links een kippenfarm. En één kip heb ik eruit gesmeten. En hier dan een dingetje naar buiten. Dan moeten we zo dadelijk even iets meer gronddek bovenop doen. Het ziet er heel plat uit. Nou, dan hebben we hier dus de chestroom. Met onze leuke chesten. Hartstikke gezellig. En één bed nog. We moeten nog wat meer bedden maken. Volgens mij hebben we genoeg vol daarvoor. Maar. En dan hier hebben we de mine. Kan je hier nog één. En dan kan je hier nog verder naar beneden. En dan heb je hier de mine. Kijk eens. Wat leuk. Nou. Maar als je afvraagt. Wat is Mindtopia? Mindtopia is dus eigenlijk een project dat al eerder was geweest. Alleen dat is nooit verder gegaan eigenlijk. Dat is op een gegeven moment gewoon gestopt. Dat de serie gewoon faalde. Ja, Michiel, je faalt ook. Hou je mond. Maar in ieder geval, je had teams, verschillende teams en die gingen tegen elkaar vechten. Je kon allianties sluiten, je kon alleen handelsallianties sluiten, je kon neutraal met elkaar worden, dat soort dingen. Het is een beetje, ja, oorlog voeren met eerlijk Minecraft spelen, laten we het zo houden. En het is gebaseerd op het oude Mindtopia project, dat is bedacht door Dennis. Dennis van de Den Miners. Ik weet alleen niet hoe zijn kanaal heet. Volgens mij heet dat kanaal Rofnus. I don't know. In ieder geval zijn kanaal staat in de beschrijving. Kan je zeker op kijken. Die zijn trouwens ook bezig met een andere Mindtopia serie. Dus er zijn nu twee Mindtopia series eigenlijk bezig. Je mag die ook kijken. Maar raak niet in de war tussen de beide groepen. Niet dat je straks denkt dat ik met Leon oorlog ga voeren of zo. Weet je, zoiets. Mindtopia was dus het project. En dan had je twee... Of ja, vijf teams, vijf eilanden. En die moesten gaan survivalen op een eiland. Had je in het midden van de eilanden had je een berg op zee. Een vulkaan. En die was dan zo van, ja, daar zat lava op zien. Je kan ook geen lava vinden in onder de grond. Je kan... Ik ben weer buiten gesloten, jongens. Ik vind het... Ja, haast het. Ja, laat die deur een keer open. Maar... Dan was dat dus zo oorlog voeren om de vulkaan. Want je kan hier dus onder de grond geen lava vinden. Just to make things... De drie hartjes. Oké, leuk. Maak pak eten dan. Er is, op de farm ligt ook nog wat, hè? Oh, fuck. En dan heb je nog... dan had je dus de teams die tegen elkaar vochten. De vulkaan met obsidian. Iedereen kon er... de dag dat de obsidian... Of ja, de vulkaan open ging. Want de vulkaan gaat over een paar dagen pas open. Wordt daar waarschijnlijk een oorlog over gevoerd. Wie als eerste daar is, heeft het meeste geluk. Wie het laatste daar komt, die krijgt een open dag. Nee, die laatste daar komt, die krijgt waarschijnlijk de meeste problemen, laten we zeggen. Op dit moment hebben we nog geen allianties. Op dit moment hebben we ook nog geen... Ik heb eigenlijk nog nooit een video gekregen van Mindtopia van een ander team. Het is ook nog niet heel erg lang bezig. Michiel volgens mij wel. Michiel die is een beetje onze... Videospion, die kijkt alle video's. En Juri ook, heel belangrijk, Juri ook. Juri ook, die kijken een beetje de andermans video's, kijken of ze daar iets uit kunnen halen. Nee, maar het is hier allemaal, mensen kijken elkaars video's en zo en dat soort dingen. En dan kunnen ze over elkaars base laten zien. Ik ga wel proberen zo vriendelijk mogelijk te spelen, dus geen oorlogjes, wil ik het liefst.
because I am not the best at war. Nou, op dit moment hebben we nog geen reusachtige beesten. Dit is eigenlijk het enige wat we op dit moment hebben. En dan nog, ten noorden hebben we nog een klein huisje van Yuri en Lillian waar fucking veel dieren zitten. Maar dat is het dan ook. Dus ja. Ik geef trouwens nog geen invites weg. Ik heb wel plek voor een invite, maar ik ben te lui om ze weg te geven. Nee. Half hartje. Waar zit je? In de mine. Sta, kom erboven. Lillian, geef me food. Kom erboven, ik kom eten brengen. Nee, Lillian is bij mij. Mijn prinses is er. Jullie kat niet gepikt, ik kan me lang geslagen. Ok. Ik ben verdwaald, oh god. Nou, die laten we lekker zo zitten. Maar, tja, dit is dus mijn Mindtopia. En hopelijk kan ik jullie snel weer een update geven. Of misschien zelfs een kijkje laten nemen bij een alliantie. Want ik wil heel veel allianties proberen te sluiten. Ik wil het liefst niet oorlog gaan voeren, want... Of ja, in ieder geval niet in mijn eentje, want dat kan ik niet. Want ik ben een slechte oorlogsleider. Dus jij wilt zeggen dat wij eigenlijk niks kunnen? Dat niet, maar ik ben slecht in plannen bedenken als ik niks heb gezien. Je bent een kapitein. Wat wilt jij? Hey Kip, sterf. Kip is dead now. Fuck you. Maar in ieder geval, mensen, dit was alweer Mindtopia voor vandaag. Michiel, hou nou een keer je bek. Je gaat dood. Ja, sorry. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Daar ging Lillian. Abonneer, reageer, blauw duimpje. Als je meer Mindtopia wilt, zet het in de reacties. Dan zou ik jullie binnenkort weer een video hierover geven. Dus mensen, abonneer, reageer, blauw duimpje. En mensen, ik check jullie later. Team Bucks in for the win. Hou je back, Michiel.